Dag maat, dag. Ja. Snel gegeven en snel gedraaid is 1-0 voor Feyenoord. En wie anders dan Pelle rond dat af. Graag aanval. Schultz. Dat is een aardige actie in het strafschopgebied. En de goal, de eerste goal van Marciano Schultz door Feyenoord. En wat een. Wijnand aan de rechterkant, Swerts helemaal vrij. Goed gezien, goed gegeven. En nu? Swerts wat ver, maar die gaat er zomaar in. Zo is hij dus niet bedoeld. Maar het zal een borst wezen. Konev en Pauwe overleggen. Het wordt de Rus in de muur. En dan in de herkansing Pauwe, Daan. En een prachtige goal van Thomasson weer. Jondal Thomasson. 1-2 voor Feyenoord. Immers draait goed weg. En dat moet dan toch een doelpunt zijn. En dat is het dan ook. Boetjes is de man die je maakt. Feyenoord op 2-0. Cissé zegt 0-2. Nou doet hij heel weinig minuten mee, maar dit zijn wel heel bijzonder belangrijk. Elia, dat is een gelukje, maar het pakt wel goed voor hem uit. Elia met de versnelling tussen twee man door, terugleggen. En de openingstreffer is van Kramer. Na een voortreffelijke actie met een beetje mazzel van Elia. Zelf.